Ook Nederland 3 telt af. Telt u even mee. 4,5 uur voor de nieuwe eeuw, The Story of Being. Ruim 3,5 uur voor 12, muziek in Samen over de Drempel. Een jaar is toch wel lang als je elkaar niet ziet. Ik weet het eigenlijk niet. 2,5 uur voor het knallen van de champagnekurken, een feestelijke bijna 2 voor 12. We weten het woord namelijk ook al. We weten het woord ook al. Poedersuiker. We hebben een kanaal, dat noemen wij thuis het debiele kanaal. En dat is gewoon RTL, maar dat maakt niet uit. Hallo. En de laatste anderhalf uur van deze eeuw begint Joep van het Hek met een mond vol tanden, live vanuit Amsterdam. Oud jaar op 3, haast jammer dat het maar tot 12 uur duurt. De Stones van Aftermath, dat was volgens mij de beste cd van deze eeuw. En waarom? Ja, dat weet ik niet. Gewoon gevoel. Leo zette de Stones met Sticky Fingers op de 6e plaats van zijn eeuwlijst. Dan komen we bij een artiest die we vreemd genoeg vlak bij elkaar hebben staan. Ik moet erbij zeggen, we hebben niet met elkaar gepraat toen we de lijstjes maakten. Hebben ook niet vergeleken. Maar het staat vlak naast elkaar. Heel gek. Randy Newman praten we over. Leo kiest op de 10e plaats. Ik op de 9e plaats. Leo kiest voor Little Criminals. Ik voor de laatste uitgekomen cd Bad Love. We luisteren naar het buitengewoon cynische, bijna bijtende, prachtige My Country.